Nee, ja, ook. Ja, prachtig gezegd. Neem in bed met zo'n mooie diva, joh. Daar droomt toch iedereen van? Ja, ja, dat misschien wel. Ik niet zo. Maar het is nogal moeilijk om te maken, zo'n scène. En dat is niet leuk. Dat is niet echt sexy of zo. Nee. Het is leuk om te zien. Hoe is ze in het echt? Leuk. Dat is een hele toffe meid. Ja? Ja, het is een leuk iemand. Ze is een beetje, ze was een beetje kat uit de boom kijker in het begin. En ze wist niet wat voor vlees in de kuip had. En ze heeft mannen tegenover zich gehad waar ze het slecht mee kon vinden. Als acteurs. Ja. En ze dacht dat er weer zo iemand was. En dat was dus niet zo. Ik heb zelfs een compliment gehad over het feit dat ik haar professioneel kuste. Een andere acteur heeft namelijk... Hoe doe je dat? Weet je ook het voordoen? Nou, nog even. Ik heb lippenstift op straks. Een andere acteur had namelijk een stuk uit de lip gebeten van de zenuwen. Echt waar? Ja, ja. En dan kreeg ze dus een compliment dat ik dat heel zacht en prachtig deed. Maar kun jij je voorstellen dat je, als je een filmkust geeft, dat je dan een stuk uit iemands lip bijt? Nou, als je zenuwachtig bent misschien wel, ja. Dat kan me voorstellen. Of hongerig. Een van tweeën. Oh, is het mogelijk? Ik heb het nog nooit gedaan, maar goed, het kan gebeuren. Nee. Het is wel zo dat tussen de dames, Crystal en Alexis, zal ik ze maar even noemen, ja. Een rivaliteit Ja, die is er. Die is er. En dat is denk ik onvermijdelijk. Als je 9 jaar lang dezelfde rol speelt, elke dag, is het onvermijdelijk dat je een beetje gaat gedragen als zodanig. En dat merkte ik. En ik was in het kamp van Alexis ingedeeld. Want ik was haar minnaar en ik was haar man in de serie. En toen waren John Forsythe en Linda Evans waren een beetje ja, op goedemorgen met mijn... Hallo, hoe is het met jou? Gaat het zo sterk liggen? Ja, ja. En toen John de Hila had gelicht, waren zij weer aardig tegen mij. Toen, zo ging het een beetje. Het is kinderachtig, maar het ging wel zo. Maar wat doe je daar aan mee of zet je je juist daar tegen af? Nee, ik deed er helemaal niet mee. Ik was bezig met een soort, spel in mijn eentje. En zelf bezig zijn met dingen waardoor ik juist van iedereen alles te horen kreeg. Ik kreeg alle roddels te horen en dat vond ik zo heerlijk, dus ik hield het maar zo. Van beide partijen? Ja, heerlijk, ja. Dat lijkt me een machtspositie. Ja, dat was het ook een beetje, ja. En had je dan niet de neiging om ze uit te spelen tegen elkaar? Nee, dat deed ik helemaal niet. Nee. Maar dan begon Joan over Linda iets te zeggen. En dan zei ik alleen maar tegen de... Ja, erg, ik kan me zo voorstellen. Dat is natuurlijk moeilijk al die 9 jaar. En dan kreeg ik weer een lading roddels. Heerlijk, heerlijk. Ik heb ze opgeschreven trouwens allemaal. Ja. Hoe voel jij je in die glamourwereld tussen... Ja, dat doet me niks. Dat doet me echt niks. Ik vind mensen aardig of niet aardig. En het kan me niet zoveel schelen of ze wie ze zijn. Behalve Streisand, daar was ik zeer van onder de indruk. Daar kom ik op, want die andere megastar met wie je gewerkt hebt is Barbara Streisand. Ja. In The Prince of Tides. Ja, speel jij haar echtgenoot. Ja. Daarvoor, dat vind ik ook een fenomeen, heb je tot bloedens toe viool moeten spelen. Ja, ja, ja. Omdat ik dat niet kon, moest ik dus gaan leren. Dat is 8 uur per dag is dat werken. En als je het niet kan, doe je alles natuurlijk fout. En dan klem je die viool te hard onder je kin. En je krijgt pijn in je arm, want je hebt dat nog nooit gedaan, dat soort bewegingen. Maar ik heb heel goed les gehad van Dick Boer. Maar dat was heel vreselijk, dat was een ellende, ja. Maar als ik je nu zou vragen, ja, ik doe het niet hoor. Maar als ik nu een viool voor je zou hebben, zou je dan... Nee, dat doe ik niet meer. Nee, ik doe het nooit meer. Maar je hebt iets ingestudeerd en dat zit er altijd in? Dat denk ik, ja. Ik heb het niet meer geprobeerd. Ik heb hem achtergelaten. Ik dacht, ik doe het niet meer. Het zou kunnen dat ik het nog zou kunnen doen als ik de muziek hoor. Ik weet niet zeker. Maar het is een hele prestatie om viool te spelen sowieso. Nou, na te spelen. Ik heb het natuurlijk niet echt gespeeld. Dat zou onmogelijk geweest zijn. Nee. Maar ik heb het dus nagedaan, wat net zo moeilijk voor mij was. Precies. Ja. Heb je hier daar veel gestudeerd of gekeken naar violisten? Ja, 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 ik had tapes van heel veel violisten. Ook van Emmy Verheij en van Jaap van Zweden en van Oistrach en van wereldberoemde violisten. Elke dag zat ik ook te kijken hoe ze deden. En ze doen het allemaal anders, dus ik had er eigenlijk niets aan. Nee. Ze doen het allemaal anders. Eén staat te dansen, de ander is helemaal in zichzelf gekeerd. Nee. Daar heb je niet zoveel aan. Hoe was Barbara Streisand om mee te werken? Fantastisch. Fantastisch. Dat is iets, daar hebben we te weinig tijd voor. Maar het is de absolute top die ik ooit heb gezien, meegemaakt en ook gelukkig nog tegenover me heb gehad in scènes. Waarin uitzicht dat dan? Noem eens een voorbeeld waarom ze... Nou ja, ze is van een gigantische discipline. Ik ken niemand met zo'n discipline. Ik heb zelf behoorlijk veel discipline, maar ik leg het loodje naast hem. Dat is van zo'n detailisme wat ze wil. Dat is verrukkelijk. Ik hou er erg van. Het werkt op heel veel mensen hun zenuwen. Ja, Nick Nolte kreeg behoorlijk de zenuwen van. En ik heb gefascineerd zitten kijken hoe ze het deed. Omdat jij ook zo perfectionistisch bent. Ja, ik denk het, ja, want ik ben eigenlijk net zo. Ja. Maar ik had mezelf niet de discipline kunnen opleggen met die viool. Als zij dat niet van me geëist had, had ik het nooit gedaan. Dacht ik, ja, dat kan toch niet. Zij wou dat jij... Ja, ze heeft. Toen ik een keertje opbelde om te zeggen, ik belde erop. Toen zei ik, nou, ik denk niet dat ik het doe. Ik kan die rol niet aan. Ik had een week gerepeteerd of 2 weken gerepeteerd. En dat was onzin. Het was gewoon onzin om het te doen. Toen belde ik erop. Toen zei ik, nou, ik denk niet dat ik het kan. En
En toen zei ze, toen bleef het even stil, toen zei ze, just do it. En toen hing ze op. Oh. En dat was het. Toen dacht ik, nou moet ik het doen. Dat roep ik ook zo vaak tegen de redactie, just en het helpt do niet. It. En het helpt niet. Ja. Daar heb je toch dat is haar overwicht. Haar overwicht. Dat is absoluut. Een voorbeeld van haar overwicht. Ik heb ook begrepen dat je veel indruk maakt bij alle Amerikaanse sterren door je nuchtere Hollandse houding. Ja, komen maar ze daar zo ben zoveel ik van tekort dan? Ja, dat heeft niemand. Oh, ze zijn allemaal hartstikke hysterisch en krankzinnig. Er is er niet één meer die normaal is, hoor. Echt niet. Absoluut niet. Ze doen zo raar. En dan kijk ik een beetje vreemd naar en dan zeg ik iets van, nou ja, nee, ik begrijp het niet zo goed. Of ze hysterisch over rimpeltjes of hysterisch over alles. Oh, over alles. En over een kopje koffie wat ze niet krijgen. Of een stoel waar iemand in zit. Of zo. Nou ja, dan maar niet. Ik bedoel, wat maakt mij dan nou uit? Ja, maar ik reageer er zo nuchter op dat ik binnen een dag ze voor me gewonnen heb. Dat is het meer het gevoel wat ik erover heb. Je geeft ze weer het gevoel van het kan ook op een normaal. Nou ja, ik heb Streisand ook op de kont geslagen toen ze zei, ja, dan zat ze elke ochtend te klagen en dan zei ze, oh, ik ben zo moe, ik ben zo moe. En sloeg ik op de billen en dan zei ik, dat is je eigen schuld, trut, zei ik dan. En dan keek ze een beetje aan, dat was nog nooit tegen haar gezegd. Dat was echt, ik zweer het je. En dat is een soort taal, dat hoort ze niet meer. Eigenlijk heel gezond worden. Dat denk ik, ja. Misschien wel. Ja. Een groot gedeelte van het jaar woon jij in Los Angeles. En je moet altijd even terug naar Amsterdam. Wat heeft Amsterdam dat die stad niet heeft? Alles. 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 Ja, alles. Alles. Amsterdam is, betekent voor mij alles. Amsterdam heeft niets te maken met die rat race van Los Angeles of van filmmaken ergens anders. Ik heb pas gemerkt toen ik zo vaak weg was, hoezeer ik van Amsterdam hield. Ik droom over Amsterdam ook. Het is heel raar, heel sentimenteel ook, maar het is wel zo. Nee, ik kan me wel voorstellen. Je bent nu voor een tijdje in Nederland, want ja, 19 augustus ben je begonnen met de opname van Een Verloren Soldaat. Ja. Naar het boek van Rudy van Danzig. Heel uniek, want dat heeft u nog niet gezien. We zijn nog aan het filmen. Dit zijn werkopnamen die we samen even gaan bekijken. Van die film van Rudy van Danzig, Verloren Soldaat. Je hebt er zelf nog niets van gezien. Nee, ik ben heel erg benieuwd. Kijk, hier loopt. Ik speel Rudy zelf, Rudy van Danzig zelf. Ja. En hier loop ik achter de kist waar mijn stiefvader, waar ik in de oorlog als jongetje mijn leven heb doorgebracht, mijn paar jaar heb doorgebracht, loop ik achteraan. En dan zie ik mezelf staan als kind. Dat is een prachtige scène. Zoals ik was toen die man mijn stiefvader was. En dan ontmoet ik mezelf. Sommige rol. Ja, het is prachtig. Ik denk dat het een hele mooie film gaat worden. En deze jongen? Dat is hem, ja. Ja, dat ben jij dus eigenlijk. Ja, dat ben ik zelf als kind. En dan ontmoet ik hem. En hij neemt het verhaal daarover en dan wordt het zijn verhaal. En het eindigt er weer mee dat we elkaar weer ontmoeten. Hallo. Het jongetje is heel goed, weet je dat, met die film. Ja. Nou. Een nieuw talent? Ja, dat denk ik, ja. Ja, dat denk ik. Niet daar, ben je gek geworden. Ik heb een baardje, zie je dat? Ja. Somber ook wel, hè? Ziet er prachtig uit. Ingetogen uitstraling. Ik denk dat het een hele mooie film kan worden. Een hele gevoelige film. Heel blij. Ja. Ik moet naar binnen. Ja, je kijkt ook naar hem vanuit een ander leven. Hè? Ja, tuurlijk. Ik ben het zelf. Ja, je ziet jezelf en dat zie je ook heel mooi terug. En andere primeur, ja, dat heb je zelf nog niet gezien. Nee, niet. Ook absoluut een primeur. Nee. En andere primeur is de kalender. Mijn kalender. Ja. Oh, mijn kalender. Je hebt de kalender, we hebben daar foto's van, olieverfschilderijen. Die heb ik gemaakt in de Stille Zuidzee. En Art Unlimited was zo aardig eigenlijk om me de kans te geven die uit te geven als serie. Het zijn er 12, dus het klopt precies als kalender. Misschien was jij wel zo aardig om te zorgen dat jouw prachtige schilderijen bij Art. Ja, nou goed, ze hebben het geaccepteerd. En ze zijn ontzettend. Het is een hele mooie serie geworden. Die aanstaande zondag is de opening van die tentoonstelling in Amsterdam. Bij een vriendin van mij, Anne-Claire Vogtschmidt. Mm-hmm. En die kalender, ik ben er baaie trots op, moet ik je zeggen. Het is zo prachtig geworden. Dat had je niet verwacht. Als je schildert, zie je toch al wat mooi is. Nee, maar ik zou je zeggen, reproducties zijn vaak zo'n zwak aftreksel van het origineel. En aangezien het origineel op mijn netvlies gebrand zit, ben ik niet zo snel tevreden met reproducties. Ze hebben het perfect gedaan. Het is zo ontzettend mooi geworden. Het komt heel erg overeen met de originele. Daar ben ik verschrikkelijk trots op en heel blij mee. Wat ben je nou, meer schilder of acteur? Ik denk dat ik meer schilder ben. Ja? Ik ben als schilder grootgebracht. Ik heb mijn jeugd niet anders. Ik was eigenlijk voorbestemd om schilder te worden. Mijn vader is schilder, mijn grootvader was schilder. Maar ik wilde op het witte doek. Ja, dat is ook het witte doek natuurlijk. Dit is ook Maar zou je het acteren er helemaal aangeven om ooit helemaal te gaan schilderen? Mijn vrouw zegt van niet. En ik zeg altijd van ja.
Mijn vrouw zegt altijd, het is niet waar. Je zit gewoon te lullen, want je bent een acteur. Dan zeg ik, ja, dat is misschien wel waar. Maar misschien omdat, ik weet wel hoe het komt dat ik zoveel schilder op het moment. Ja. Dat is het tegenwicht tegen al die idiotie die de internationale filmwereld in zich draagt. Ja. Want het is behoorlijk, een behoorlijke attack is dat op je gezinsleven, op jezelf. En dan kun je creatief uit. Eén ding, ja? Als je gaat schilderen, dan ben je vaker thuis. Ja, dat is ook weer zo. Ja, hoewel ik deze heb gemaakt op de set in de Stille Zuidzee. Ja. Ja. Nou ja, dan kan je vrouw en kinderen ook meenemen. Ja. Filmdagen vanaf morgen. Ja, nog eventjes retrospectief. En tussendoor nog een tentoonstelling. Gewend. Morgen opent de filmdag en donderdag opent de tentoonstelling van werk op papier. Het kan allemaal niet op. Nee. Maar ben je daardoor gevleid? Streelt het je? Nou, het beangstigt me een beetje. Om je erbij te zeggen. Het beangstigt me echt een beetje. Ik denk dat als het gebeurt morgenavond, dat ik er zit en dat het gebeurt. En dat er al die 37 films gaan komen. En dat ik er lijfelijk aanwezig ben, dat ik het minder eng vind dan nu. Ik zit er een beetje tegenaan te hikken. Ik vind het allemaal heel spannend en allemaal heel leuk. En interviews dit en interviews dat. Spanning. Dit interview is voorbij in ieder geval. Ja, maar ik vond dit heel leuk ook. Dankjewel.